Oh, kinderen, is het niet spannend? Ik ben gek op politiefilms. Oh, nee, nee. Nou, ik vind er niet zoveel aan hoor, die politiefilms. Kunnen we niet gewoon die film kijken die Hanna had uitgezocht? Nu is ze op haar kamer gegaan. Nee, echt niet. We gaan geen paardenfilm kijken. Die tijd is voorbij. Het is nu tijd voor actie. Ik ben ook een agenten. Kijk maar, hier komt agenten Emma met een ratslag. Oh, 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 dat was een slechte landing. Emma, schatje, gaat het wel? Heb je je pijn gedaan? Gaat het? Ja, tuurlijk, mama. Agent kent helemaal geen pijn. Pff, wat was dat dan? Zo word je nooit een goede agent. Kijk maar naar mij. Hé, hey, plantje, wat zei je laatst over mij? Dat ik graag snot eet? Ik geef je een roundhouse kick. Julian, nu geen roundhouse kick. Maak geen ruzie met die plant. Hey, wat is dat nou? Je hoort niet terug te slaan. Die heeft je stekels. Nu heb ik er echt genoeg van met jullie agentengedoe. Klaar nu. Ach, schat, die spelen ja. Dat deden wij vroeger ook. Ja, niet met een plant, maar toch. Ik ben er helemaal klaar mee. Met die politiefilms, dat is niks voor jullie. Misschien als jullie groter zijn. Nu naar bed. Nou ja, ik zal hier eens opruimen en wat sporenonderzoek doen. Die stekels. Waarom hebben we eigenlijk zo'n plant? Oh man, Julian de geheimagent. Hoe gaaf zou dat zijn? Waar ik allemaal zou kunnen werken en hoeveel geld ik zou kunnen verdienen. Ja, misschien morgen. Zo, ik zal eens gaan kijken of mijn kleine geheimagent wakker is. Julian, Julian, opstaan, je moet naar de crash. Ja, dat geheimagent Julian zich geen twee keer zeggen. Ik ben wakker, ik ben klaar voor missie crash. Julian, hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat je niet van je hoogslaper mag springen? Maar ik ben agent. Zulke dingen moet ik gewoon doen, dat is niet gevaarlijk. Ik ben cool hoor. Zo, mijn agenda is vol vandaag, geheimagent Julian heeft veel te doen. Hé, hey, Julian, zeggen we geen goedemorgen meer? Hallo? Brigitte, nu heb je het verpest. Ik ben undercover, ik ben een agent. Oh nee, dat mag ik je eigenlijk niet vertellen. Ik moet eerst een geheime kamer zoeken. Niemand mag me ja zien. Ik ben weg. Wat is er nou weer met Julian? Geheim agent? Dat moet ik dan ook geheim gehouden. Maar hoe gaat zoiets? Wat? Steve, alles goed? Ja, niks, helemaal niks hoor. Nou, volgens mij is er wel wat. Steve, kan het zijn dat je naar de wc moet? Ach ja, natuurlijk. Ik ga snel voor ik een ongelukje maak. Zo, hier merkt niemand dat ik hier ben. Ik moet wel stil zijn. Hé, Julian, wat doe je hier op de wc, man? Ga even weg, wil je? Steve, ik ben geheim agent. Maar niet verder zeggen. Ik ga al. Brrr, met deze geur, ik ben al weg. Steve, de volgende keer moet je misschien minder bonen eten, wil je? Ja, sorry, maar mijn moeder maakt het gewoon zo lekker. Brigitte, ik heb geen tijd voor vragen. Ik ben in mijn nieuwe kantoor, in de sporthal. Ik moet ook nog een beetje trainen. Julian, wacht. Ik wil ook een geheimagent worden. Kan je het mij niet leren? Die jongens, die hebben het maar druk, hè? Gelukkig hoeven we het ballenbad dan niet te delen. Julian, hoort dat bij de opleiding voor geheimagent? Kan ik ook? Leer je het me? Steve, niemand moet weten dat ik geheimagent ben. En het is niks voor jou, het is veel te gevaarlijk. Zo, ik ben boven. Nu de ringen om mijn voeten en dan net als gisteren in de film. En dan ga ik ook bungee jumpen. Julian, wat doe je daar? Zoiets doen geheimagenten helemaal niet. Zoiets doet Spider-Man. Ben je Spider-Man? Nee, Steve. Ik ben geheimagent Julian Vogel. En maak nu plaats daar beneden. Oh man, Julian is gek geworden. Ik zeg het liever, Brigitte. Dit ziet er gevaarlijk uit. Steve, kijk maar. Geronimo! Hé, waar ben je? Ah! Julian, wat doe je daar? Wat lijkt het op? Ik bungee jump. Ik oefen voor een nieuwe opdracht. Is het goed gegaan? Zeg, Julian, ik weet niet of dat goed is gegaan. Zo kan ik je namelijk de hele tijd kietelen en jij kunt niks terug doen. Nee, oh, stop. Nee, Steve. Steve, please. Nee, stop. Wil je ruzie met een geheim agent? Stop. Steve, stop daarmee. We moeten Julian eerst maar naar beneden halen. Julian, wat een dom idee. Tof, Julian. Nu heb je verpest. Dan kunnen we nooit meer geheim agent spelen. Julian, ik wil je de rest van de dag niet meer in de sporthal hebben. Hoe kom je erbij zoiets te doen? Oh, mijn moeder heeft vast gebeld, hè? Jullie willen gewoon niet dat ik geheim agent ben. Ik ben veel te goed. En nu weten al 1, 2, 3 mensen dat ik geheim agent ben.
Nou, super tof hoor. Hé, gaat zie. Bah, bedankt.